Ja, Soufiane, je eerste maand bij Feyenoord zit erop. Hoe voel je je bij je nieuwe club? Ja, heel goed. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. En zoals je zegt, nieuw is er van af, maar dat was eigenlijk heel snel al. Ik ben heel goed opgenomen door de jongens, door de trainers, door de supporters, door iedereen eigenlijk. En ja, ik heb het nogmaals heel goed naar mijn zin hier. Is het dan nog van extra waarde dat iemand als Karim El Amadi hier in de groep rondloopt, ook nog eens de aanvoerder is? Ja, tuurlijk is dat fijn. Karim ken ik al wat langer via mijn broer bij het Marokkaanse elftal. Dus dat is natuurlijk wel goed dat je al iemand kent. We hebben gewoon een hele goede band. Hij is eigenlijk een beetje een grote broer voor me. Hij heeft me ook gewoon heel goed geholpen en ook geadviseerd. Dus ja, dat is helemaal fijn. En ik denk dat we elkaar ook heel goed aanvoelen in het veld. Of we nou samen op het middenveld spelen of als ik dan als rechtsback speelde. Maar ik denk niet alleen met Karim. Ik denk dat ik met veel jongens een goede band heb. Dat we gewoon een hele hechte groep zijn. En dat eigenlijk iedereen best goed met elkaar omgaat en goed met elkaar kan opschieten. Je zegt, hij is een beetje mijn grote broer. Je hebt natuurlijk ook nog een grote broer rondlopen in de voetballerij. Dat is ook een belangrijk persoon voor jou in je leven, hè, Noordin? Ja, zeker. Ik denk dat ik mijn handen mag dichtknijpen met zo'n broer die eigenlijk alles al heeft meegemaakt. En ja, mij goed helpt, ondersteunt. Ik heb ook vaker gezegd, ik denk dat ik niet zo ver zou zijn als ik hem niet had gehad. Want hoe hij bijvoorbeeld naar het voetbal kijkt, naar details, hij zit er natuurlijk heel kort op. En ja, dat is gewoon heel belangrijk. Is hij dan extra trots als je bij zo'n grote club terechtkomt? Ja, ik denk dat hij misschien nog wel de trotsste van allemaal was. Want hij wil heel graag dat ik slaag en het nog beter dan hij dan hem gaat doen. En dus dat helpt hij me ook heel erg mee en coacht hij me ook veel. En ja, dat is helemaal goed. Werd rustig gebracht in de eerste wedstrijden. Vervolgens een paar wedstrijden niet gespeeld. En toen stond je er opeens weer. Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik ben af en toe misschien een beetje ongeduldig. En het kan mij eigenlijk niet snel genoeg gaan. Ik vind het zeggen dat het wel eens te snel kan gaan. Maar ik ben het daar niet mee eens. Ik denk als je het laat zien en goed genoeg bent, ja, dan moet je spelen. In het begin, ja, zoals je zegt, heb ik weinig gespeeld, rustig gebracht. En dan, ja, als je op de bank zit, loop je natuurlijk af en toe wel te verbijten. Want ik heb vorig jaar bij Utrecht alles gespeeld. Maar ja, dan moet 34 wedstrijden gespeeld, hè? Dat klopt. Is een enorm aantal. Klopt. En nog play-offs en beker, dus wel meer dan 34, volgens mij rond de 40. Maar ja, dan moet je wel, je moet je in je rol schikken. Het belangrijkste is het elftal, het team. De trainer maakt de keuzes, daar moet je respect voor hebben. En ja, zoals ik al zei, het allerbelangrijkste is het team. En we hebben natuurlijk allemaal hetzelfde doel. En ja, als je dan erbuiten valt, is het ja, jammer voor jou, maar moet je je mond houden en keihard werken. En dat ben ik gaan doen. En ja, toen ik de kans kreeg, heb ik denk ik met beide handen aangegrepen. En de laatste wedstrijden alles gespeeld. En ik wilde er nu ook niet meer uit. Ja, is die beginfase dat je hier kwam ook je wedstrijd op maandagavond moest spelen met Jong Feyenoord. Is dat wel iets waar je mentaal sterker van kan worden? Ja, ik denk het wel. Want ja, je moet eerlijk zijn, niemand vindt dat leuk. Want als je hier komt, je bent een aankoop, dan wil je natuurlijk in de Kuip spelen, in de volle Kuip. En niet bij wijze van spreken op Varkenoord, waar net misschien 500 man zitten. Maar ja, als het moet, dan moet het. En dan moet je daar laten zien dat je hoort te spelen en niet met de petten naar gooien, want dan geef je eigenlijk de trainer gelijk. Je moet daar het ongelijk bewijzen en buiten dat ook voor jezelf. Je hebt die wedstrijd nodig om fit te worden, sterker te worden, want je hebt goede minuten nodig. En ja, als je dan niet in het eerste speelt, dan moet je dat daar doen. En ja, ik probeer altijd vol te gaan dan gewoon voor mezelf, puur voor mezelf om sterker te worden. En, want als je die kans krijgt, ja, als je de wedstrijd dit moment mist en je bent niet fit, dan wordt het lastig. Al kan je misschien goed voetballen. Die Champions League, jongensdroom die uitkwam? Ja, zeker. Ik denk dat het voor iedereen een droom is. Ik heb natuurlijk ook, ik kijk ook jarenlang de Champions League en
is het elke keer weer kippenvel als je de Champions League helemaal hoort. Ja, dan ook hier in de Kuip. Ja. Ik ben nog tegen City, de sfeer, ja, was niet normaal. En dan speel je uit tegen Napoli. Ik denk dat we het daar goed deden. Ja, verliezen nu 3-1, maar ik denk dat wij toch aanknopingspunten waren. En dat wij niet zwaar onderdeden voor Napoli ofzo. Dat zag je ook denk ik in statistieken terug. Ik ben niet iemand die heel vaak scoort en dan meteen, maar meteen in Stadio San Paolo in de Champions League scoren. Ja, op dat moment na de wedstrijd overheerst vooral de teleurstelling dat we met 3-0 hadden verloren. Maar ja, nu twee weken later is het toch mooi en ben ik wel trots dat ik daar gescoord heb. Is dat een beetje last wat die van je schouders valt dat het eerste doelpunt maar gemaakt is? Nee, en is, kan je daar verder die vraag heb ik vorig jaar ook vaak gehad. Het is geen last voor mij. Kijk, ik ben geen spits. Ik denk, als je spits bent, dan word je gek. Kijk, tuurlijk, als middenvelder moet je ook rond 5 tot 7 goals maken, minimaal. En ja, dat speelt ook een rol, maar het is niet zo dat ik denk dat ik er niet van ga slapen of zo. Het belangrijkste is dat je waarde voor het team hebt en dat het team goed presteert. En ja, als wij bij wijze van spreken kampioen worden en ik heb 0 goals, boeit het me niks. Ja, je zei het al hier in de Kuip, daar kijk je wel naar uit om eens een keer dit dat stadion heel mooi te zijn, laten juichen. Ja, dat ze allemaal losgaan. Ja? Zeker. Natuurlijk, ja, ik denk ook de supporters, hoe ze mij hebben opgevangen en iedere keer voor mij zingen, ja, dat is gewoon kippenvel. En wil je gewoon heel graag wat teruggeven. Je krijgt de komende periode vaak de kans om het publiek te laten juichen in de Kuip. 4 thuiswedstrijden op rij. Kijk uit naar die drukke periode. Ja, ik vind het alleen maar lekker. Dan zit je in een bepaalde ritme, veel wedstrijden. Krijg je ook weer kans om het nog beter te doen. Dus ik vind het alleen maar fijn. Ja. En zeker ook, je zegt, we spelen nu 3 keer achter elkaar thuis volgens mij komende week. Ja, komende week. 4 keer zelf met Zwift erachteraan nog in de 4 keer beker. Zelfs, ja. Ja? Ja. Ja, mooi toch? Dan denk ik niks mooier dan om in de Kuip te spelen. En dan zie je ook bijvoorbeeld zelfs tegen ADO thuis door de week dat het nog steeds vol zit. Ja, prachtig. Het zijn wel ook cruciale wedstrijden, zeker in de Champions League tegen Shakhtar hier thuis. Is dat een sleutelwedstrijd? Zien jullie het zo? Ja, sleutelwedstrijd is gewoon heel belangrijk. En we hebben natuurlijk nog 0 punten. En ja, City was gewoon lastig. Dat is natuurlijk echt een zeer sterke team. Ik denk dat tegen Napoli het wel beter was. En we moeten nu laten zien tegen Shakhtar dat we weer wat geleerd hebben. Ja, en hopelijk, ja, ik denk dat in de Kuip is niks onmogelijk. En hopelijk kunnen we dan wel winnen hier. Maar eerst Zwolle zaterdagavond thuis. Hebben jullie nog het gevoel dat jullie iets weer recht moeten zetten ten opzichte van het thuispubliek, gezien de laatste thuiswedstrijd tegen NAC? Ja, tuurlijk. Dat was gewoon slecht. En we hebben tegen AZ natuurlijk heel goed gespeeld en we willen gewoon die lijn doortrekken. En we hebben ook wat goed te maken in de Kuip, ja. 2-0 thuis verliezen van NAC, ja, mag niet. En dan moeten we zorgen dat we wat moois aan de supporters geven nu. Jou zou het niet liggen, jij bent klaar voor, hè? Ik ben er zeker klaar voor.